3 minutes delay in the program for now, so I expect the takeoff on the hour. Meneer de burgemeester, trots op dit gebeuren? Nou, als je dit allemaal ziet en al een paar dagen natuurlijk wat er gebeurt en wat er in de lucht gebeurt vooral, ja, ben je echt trots. Want dit zie je niet elke dag. Ook niet in Nederland natuurlijk. Dit is echt iets bijzonders. Wings of Freedom. En eigenlijk begon het in Normandië natuurlijk met de invasie en die tijdelijke vliegvelden. En ja, dat heeft men hier prachtig uitgebeeld. En het is natuurlijk ook heel spectaculair wat er allemaal gaat gebeuren. En kijk eens, ja, er komen duizenden en duizenden mensen op af. U bent er niet zo liefhebber van laagvliegende vliegtuigen, nietwaar? Nee, als het gaat over laagvliegen van hele grote passagiersvliegtuigen of transportvliegtuigen over de Veluwe. Ja, dat is niet zo goed natuurlijk. Maar dit is een heel ander kaliber. Hè? U bent een liefhebber van wielrennen. Geldt dat ook voor het vliegen? Nou, ik vind snelheid sowieso mooi natuurlijk. Maar als ik deze stunts zie, dan denk ik wel eens, zou ik daarin willen zitten? Nou, daar twijfel ik dan wel even over. En heeft u de Antonov zien voorbij komen? Dat was een heel wijs gezicht. Zeker toen hij zo langzaam vloog, zeg maar. Dat, net een helikopter eigenlijk zo langzaam, hè? Dat is wel heel wijs. Ja. Wat vindt u van al deze oude vliegtuigen? Ja, heel mooi. Ik ben sowieso wereldoorlog gek, dus Tweede Wereldoorlog. Dat is heel mooi dit allemaal. Die ook een beetje vliegtuiggek? Ja, maar dit vind ik het mooiste. Tweede Wereldoorlog het mooiste. Dit is een heel mooi bijzak. Zeg maar. Spitfire, dat soort dingen. Hurricane. Dat zijn hele mooie dingen. Wat hoopt u hier nog te zien? In ieder geval de Spitfires en de showtjes die zo meteen nog komen. Het luchtgevecht bedoelt u? Ja, ik weet niet precies wat er allemaal gaat gebeuren. Maar, het is wel een beetje riskant. Ja, maar het is toch mooi. Dat is juist de dingen waarvoor je doet. We kijken hier naar een Blériot 11, uit een ontwerp uit 1909. Dit toestel is door ons in eigen beheer gebouwd in 2006... Gebouwd door de Stichting Vroege Vogels in eigen beheer. Was dit een revolutionair ontwerp? Eigenlijk wel, want dit is het eerste vliegtuig wat ooit het kanaal is overgestoken. En daarmee ook vrij bijzonder geworden. En in verschillende types eigenlijk is die ook gebouwd later. Langere tijd, zelfs in de Eerste Wereldoorlog heeft dit nog gevlogen. Wij kijken op dit moment naar de F-16. De jachtvliegtuig wat op dit moment in dienst is bij Defensie en operationeel is. Ze zijn ongeveer van eind jaren 70, begin jaren 80 zijn ze naar Nederland gekomen. En op dit moment vliegen ze ook nog binnen Defensie. Waar zijn ze gestationeerd? Op dit moment zijn er twee vliegmachtbasis in Nederland waar ze gestationeerd zijn. Dat is op Leeuwarden en op Volkel. Hoe is die hier gekomen? Heeft u hem hier zelf naartoe gevlogen? Dat zou heel leuk zijn geweest. Ik ben alleen bang dat de landingsbaan daar iets te kort voor is en ook wat te hobbelig. Dus helaas hebben we die niet hier zelf naartoe kunnen vliegen. Nou, als u kunt bemiddelen dat we de cockpit kunnen zien, zouden wij heel blij zijn. Ja, zeker. Dat gaan we voor u regelen. Dan, als u met mij meeloopt, dan gaan we even een shot maken. Meneer Kuipers, dat is wat anders dan een ruimtereis. Ja, hoewel er heel veel vergelijkingen zijn natuurlijk tussen luchtvaart en ruimtevaart. Dat is natuurlijk ook uit voortgekomen. Maar ik ben natuurlijk vooral vanwege het feit dat we 75 jaar bevrijding vieren. En ook om te benadrukken hoe belangrijk het is. Ik besef dat ik in een gouden eeuw leef. Ik heb een fantastisch leven. Er is geen honger, geen oorlog, geen rampspoed. Maar het had heel anders kunnen zijn. Dus een heel monsterlijk regime moest tegen opgetreden worden. En dat hebben de jonge mensen allemaal gedaan. En het is heel goed om ons daarvan bewust te blijven. Kriebelt het niet een beetje als u dit allemaal zo ziet? Jazeker, nee, vliegen blijft natuurlijk fantastisch. Het is heel leuk om een apparaat te besturen, de metertjes. Je moet met je natuurkunde aan de gang, je moet begrijpen wat er gebeurt en in de ruimte natuurlijk ook. Dus dat blijf ik heel leuk vinden. Nu heeft u vanuit de ruimte de kwetsbaarheid van onze planeet gezien. Er gaan nogal stemmen op die zeggen, nou dat vliegen, dat moet eigenlijk minder worden. Als veel vliegen, wat is uw mening daarover? Nou, ik geloof veel meer in nieuwe technologie. Ik geloof niet in terug naar vroeger. Bovendien was het niet zo schoon vroeger. Er was vaak veel meer vervuiling. Ik geloof veel meer in nieuwe technieken. Om dingen stiller te doen, schoner te doen. Zodat we in evenwicht komen met de natuur. Ik denk dat het goed is dat mensen reizen. Omdat je dan andere culturen leert kennen. Dat geeft ook veel meer verbroedering. Als je veel meer begrip hebt hoe andere mensen leven. Dan krijg je ook veel minder wrijving, stress. En mensen die denken dat ze superieur zijn aan anderen. Dus reizen is, vind ik, heel belangrijk voor mensen. En we moeten het zo zuinig en stil mogelijk doen. En zo schoon mogelijk. En daar geloof ik in. Nieuwe technieken. We hebben natuurlijk onze heerlijke levenswijze en de vrijheid die wij genieten, die hebben we natuurlijk te danken
aan dit soort vliegtuigen en de mensen die dat gevlogen hebben. Dus het blijft een heel bijzonder gebeuren. We kijken naar een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Gebouwd in 1943 als, het is een opleidingstoestel, een van de eerste Boeings. 10.500 van gebouwd. Dit is een van de nog vliegende exemplaren. Deze werden gebouwd en gebruikt om piloten op te leiden in de Tweede Wereldoorlog. En hebben direct bijgedragen aan de bevrijding van de wereld. Het is een stermotor. Het bijzondere ervan is, het is een heel oud concept, de stermotor. Gemaakt uit het feit dat de motor moet goed gekoeld worden. Ze hangen die cilinders helemaal naar buiten. Ze bestaan nog steeds. Het ontwerp is 80 jaar oud. Het zijn hele betrouwbare motoren. Misschien niet de zuinigste, misschien niet de meest efficiënte. En wel, het zijn de olifanten, de mammoeten van de lucht. Het komt wel goed. We brommen lekker door op weg naar de dag van morgen. Dat zijn stermotoren voor mij. Wat is het brandstofverbruik? Deze gebruikt een liter per minuut, 55 liter per uur. Het is zo intensief, magisch mooi om ermee te vliegen. Na een uurtje vliegen dan wow, even bijkomen met een kopje koffie. Even weer tanken en dan weer opnieuw starten. Waarschijnlijk heeft deze heel weinig landingsruimte nodig. Dat klopt ook, ja. Met 400 meter is voldoende. Twee grote vleugels, een hele sterke motor, 275 paardenkrachten. Staan te brullen, met twee vingers bedien je dat met de gashendel. En 15 seconden later zit je op 80 km per uur en dan liften die vleugels je op. Het moment dat de magie aanbreekt en je rommelt op de baan en opeens ben je aan het vliegen. De minimale snelheid is een kilometer of 70 per uur. In kilometers, we rekenen de luchtvaart in mijlen per uur, omgerekend ongeveer 70 km per uur. Dan hang je als een, zoals we in de luchtvaart zeggen, een zwangere eend, hang je naar achteren. En het toestel is ja, ook weer een goedmoedige olifant. Hij trilt een beetje van Hans tegen die piloot. Ja, nu niet langzaam, want dan kan ik het vliegtuig niet meer in de lucht houden. En als je dan nog langzamer gaat, dan zakt hij een klein beetje door. En dan rommelt hij wat en dan vliegt hij weer. Als een kind kijk ik er weer naar uit. Dat ik vanmiddag mag ik weer terugvliegen naar Seppe Breda. Gas geven met twee vingers, 275 paardenkrachten in die motor tot leven laten komen. En dan helaas van deze zeer, zeer bijzondere 4 dagen weer afscheid moeten nemen.